Ik stond te vloeken op Dijsplutske, te dromen van de zon. De regen hier, de regen daar, en plaatsen overal. Dat is zo mijn gewoonte, dat dromen van de zon. Maar ik stond al jaren in de regen, mijn natte schone om. Ik ben al heel mijn leven verliefd op zijn fabels. Ik heb ook grote bewondering gehad voor het feit dat Dario Fo 10 jaar geleden, exact 10 jaar geleden, de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen. Ook niet evident als theaterauteur, vind ik dus echt wel heel straf. Hij is de eerste, dacht ik. En alles wat ik in mijn leven heb gedaan, ik ben heel jong begonnen met sprookjes te spelen. Ik heb heel veel ervaring opgedaan met repertoire, theater en alleen spelen. Dat alles komt nu samen in deze fabels. Alles wat ik ooit geleerd heb, heb ik hier ook absoluut nodig. En plus zijn de fabels ook de commedia dell'arte, in het algemeen de oervorm van het theater. En een derde koning, die rijdt op een kameel. Dat was een zwarte koning, denk ze. Maar zo pikje zwart dat ze een grazen kameel precies gewassen was met tas. Met zijn schoon gezicht lachte hem al zijn blinkende tandenbloed. En die zong. Die zat al zingend op zijn kameel. Die zong, die mens al niet een stuk duur. Zit in de nuimel, zit in de nuimel, bovenop mijn brave kuimel. Hup, twee draai, hup, twee draai. Mijn kameeltje is zo blij. De titel refereert naar eigenlijk, gaat twee richtingen uit. Hè. Obscen is de obsceniteiten van het leven. Dat klopt ook. Zeker het derde verhaal is vrij obscen. Dat zegt de titel alleen al, de poezemuis. Iedereen begrijpt toch wel wat ik daarmee bedoel. De twee andere verhalen zijn zeker niet obscen. En op scène zit daar eigenlijk een beetje in. Nou, moet je weten dat in die tijd, ook een hele verre verleden tijd, hè, de aarde dichter bij de hemel stond. Allee, dat is niet waar. De hemel hing een aardig stuk lager. En dus gebeurde het geregeld dat je God van tussen de wolken kon zien opduiken om zijn schepping te controleren. Maar zijn dat toch eens... Wat een schoon schepping dat ik geschapen heb. Zie dat toch eens wat een goed werk dat ik hier heb afgeleverd. Ja, mensen, God verschijnt in alle gedaantes. In dit geval kwam hem uit de gamma. Als je een avond je wil amuseren met een eeuwenoude verhalen en eigenlijk meespeelt met je verbeelding, Dan heb je een hele mooie avond. En van de ene dag op de andere heeft hij een heilige hout gezworen tegen het vrouwvolk. Als het ware een kruistocht ontketend tegen alles waar rokken droog. Ja, bisschoppen uitgezonderd. Fantastisch, hè, hoe dat Anne van het ene personage in het andere duikt. Dat is métier, dat is vakmanschap. Anneke Nelissen is eigenlijk een actrice dat ik al jaren volg. En ja, dat is eigenlijk is dat genieten van de eerste tot de laatste moment. En het slachtoffer van zijn hoge roeping en zijn vrouw onvriendelijke praat was Jeannot Pierre. Ah. Vrouwen, mijn beste jongen. Oud of jong, arm of rijk. Ze hebben duivels gespleten tongen. Ze zijn allemaal gelijk. Maar dat is niet het grootste gevaar. Hun secreet zit goed verdoken. Niet in glazend golvend haar, niet in menneke, er is niet weggestoken. Ook niet tussen hun baaiertklokken. Weet je waar dat ze zit? Onder hun rokken. Want daar woont hun poezemoois. Ik zeg altijd, Anne Nelissen is mijn clown. Dat is dus, zij is de enige vrouw die dat kan, denk ik. Ik heb dus de try-out gezien en ik vind het nog schitterender dan schitterend. Hé! Hey,
een stier en bah! Oh, Bram, kreeg die stier los tijdens zijn kop. Het bloed gunst uit de wonden. Hij is ook jongen, wat doe je dan toch? Mag toch ik wat bloed, hè, vader? Alles wat uit de lucht komt, is een geschenk uit de hemel. Ze blij en denkt er niet meer over na. Tot eind januari is Anne nog te zien in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. En de voorstelling die gaat ook nog eens op reis.